Hey Evelien, het kindje is geboren. En wat nu? Ja, super gefeliciteerd natuurlijk weer. Wat nu? Genieten, hoop ik. En ja, verder zul je gaandeweg je kind gaan leren kennen. Hè? In Nederland hebben we gelukkig de luxe dat je kraamzorg thuis hebt. Dus hè, je hebt iemand die je thuis komt helpen om jouw controles te doen, om de baby's controles te doen en om eventueel te helpen met borstvoeding als je dat wilt geven. En anders je te helpen hè, met hoe je een flesje klaar moet maken. En wij als verloskundigen, wij komen een aantal keer ook thuis bij je langs om te kijken hoe het met jou en met de baby gaat. En te kijken of we ergens nog een ander advies kunnen geven of iets voor je kunnen regelen. Wanneer zie je de verloskundige voor het laatst? Als de baby 8 dagen oud is, dan sluiten we in principe het kraambed af. Maar vaak heb je na 6 weken nog een nakontrole op de praktijk. Dus dan is het gewoon leuk als je komt en je babytje meeneemt. En dan kletsen we nog even bij en kijken we nog of er nog vragen zijn. Wat is de meest gestelde vraag tijdens de nakontrole? Ik denk dat veel vrouwen wel benieuwd zijn of ze dan alweer mogen gaan beginnen met sporten. Hè? Vaak na die 6 weken heb je toch wel, krijg je energie weer een beetje terug en heb je ook wel weer zin hè, om dat op te pakken. En er is vaak ook veel vraag over het voedingsschema van de baby. Vaak de eerste 6 weken is toch in die zin redelijk overleven. Hè? In de zin van je kind vraagt heel vaak om voeding en er is vaak nog niet helemaal een pijl op te trekken, maar richting die 6 weken vinden vrouwen het toch vaak wel fijn om een beetje zich aan een schema vast te houden. Hè. Veel moeten natuurlijk uiteindelijk bij die 3 maanden ook weer werken, dus dan is het toch lekker als je samen in een bepaald ritme zit. Ja, dus daar wordt vaak dan advies over gevraagd. Ja. En anticonceptie natuurlijk. Wat raad je na de bevalling aan qua anticonceptie? Ligt eraan of je borstvoeding geeft, ja of nee, qua anticonceptie. Als je borstvoeding geeft mag je niet alle anticonceptie gebruiken. Hè, omdat je hormonen zijn nog anders als je borstvoeding geeft. Hè, dus als je dan hormonen inneemt, dan kan dat bijvoorbeeld de melkproductie verminderen. Opties zijn als je borstvoeding geeft de minipil. Dat is een pil waar maar 1 hormoon in zit, die geen effect heeft op de melkproductie. Alleen wat wel verraderlijk is aan die pil is dat je hem echt elke dag precies op hetzelfde tijdstip moet nemen. Wat soms nog wel lastig is als je zo'n kleintje hebt, maar anders is die echt niet betrouwbaar. Een andere optie is een spiraaltje. Een spiraaltje mag je laten plaatsen als je normaal bent bevallen, zo na 6 weken naar je bevalling. Vaak als je bent bevallen is die ook wat makkelijker en wat minder pijnlijk om te laten plaatsen. En als je zoiets hebt van, joh, ik voel nog zoveel hormonen in mijn lichaam, dan zou ik zeggen, ja, anders even condooms. Fabel of feit? Je kan niet zwanger worden als je borstvoeding geeft. Het is een fabel dat je niet zwanger kan raken als je borstvoeding geeft. Het is wel zo, op zich heeft moeder natuur dat wel handig bedacht. Vaak als je nog borstvoeding geeft, dan is je hormoonhuishouding anders en vindt er vaak nog geen ovulatie plaats. Het is alleen gewoon echt geen anticonceptie, want het kan wel. Er kan wel ovulatie plaatsvinden. Vanaf wanneer mag je dan weer seks hebben na de bevalling? Wanneer mag je weer seks hebben na de bevalling? Op zich is daar niet echt een vaste regel voor. Verschilt gewoon ook een beetje per vrouw. Ik zou het vooral zelf als vrouw pas weer doen als je er zelf echt aan toe bent. Vaak is het voor jezelf ook wel prettig hè, als je bloedverlies echt wel weer gestopt is. Vaak heb je die eerste paar weken na de bevalling nog wel wat bloedverlies. Omdat je placenta laat eigenlijk een wond vlak achter in je baarmoeder. Nou ja, daar verlies je gewoon de eerste weekjes bloed uit. En ja, het verschilt ook per vrouw. Sommige vrouwen hebben natuurlijk hechtingen gehad na de bevalling. Vaak is het voor jezelf in ieder geval heel erg fijn om dat eerst gewoon allemaal weer helemaal goed te laten helen. En dan is het nog wel een goede om eventjes te bedenken. Als je borstvoeding geeft, zijn je hormonen anders en ben je zelf van onder vaak veel droger. Dus als je dat dan weer een eerste keer gaat doen, neem dat even mee. En vanaf wanneer is alles dan weer normaal? Nou, vanaf wanneer is je lichaam weer normaal? Vaak na die 6 weken ben je fysiek wel weer hersteld. Wil je nog meer tips en tricks van Evelien? Abonneer je dan nu op MommyProofTV en volg ons op Facebook en Instagram.